Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Jernan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 18 hier in Australië. Ronde nummer 2 van seizoen 2 staat dus op het punt te beginnen. Maar heb je die vorige video, de openingsrace van het nieuwe seizoen, gemist? Zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien? Dat kan direct boven dit i'tje, klik erop. En als jij de video bescheiden, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker met de views, we gaan lekker met de abonnees, we gaan lekker met Mighty Career Mode, want we zijn al aanbeland in seizoen 2. Yeah boy. Australië, ik verwacht er niet zoveel bijzonders van. Nog steeds komen wij topsnelheid tekort, dus daar moeten we hard aan werken. Wel nieuwe sponsoren, die gaan wij dus verlengen namelijk en komen weer terug op de auto. Dit is ongeveer van de faciliteiten wat wij ter beschikking hebben. Hebben ook niet genoeg geld om die te kunnen updaten. Wel een aantal upgrades binnen, die komen volgende video erin. Goed verhaal! Sponsoren dus bijgetekend, jazeker. Dat betekent ook even op de auto plakken. En dan kunnen we gewoon door namelijk. Carlos Sainz won de vorige race nadat Charles Leclerc is uitgevallen in leidende positie. Laten we kijken of de Monegasque voor revanche kan. En laten wij kijken of wij überhaupt door kunnen gaan naar het tweede kwalificatiedeel. Dan zou ik zeggen, laten we lekker beginnen voor de tweede race van seizoen 2 voor aflevering nummer 18 van My Team Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel hier in Australië. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel, maar ik verwacht er niet zoveel van. De DRS is hier geopend en is het op naar deze ronde namelijk. De baan dus flink aangepast ten opzichte van F1 2021. De baan is sneller, is korter, dus dat kan voor veel tijdwinst zorgen. En wij komen bij start-finish en dan noteren wij een vierde tijd met een 1.21.3. Een vierde tijd. Interessant. Kom aan bij het einde van het eerste kwalificatiedeel. Iedereen gaat dus nu naar buiten voor een outlap en wij willen daar geen last van krijgen. Dus zorgen wij dat wij de snelheid eruit hebben gehaald en daardoor hebben we nu een schone baan. Geen last van iemand op het circuit. Dus nu kunnen wij volop gaan pushen en te kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Kom aan bij het DRS gedeelte. Start-finish volgt zometeen van een P18 naar een P14 met een 1.20.7. En we zijn door naar Q2. En dit wordt ook mijn eerste en enige run. Kijken of wij zo hoog mogelijk kunnen kwalificeren. Ik wil ervoor zorgen dat ik geen last heb van rijders. Dus daarom wacht ik zo lang met op het gas gaan. DRS geopend. En nu kunnen wij even kijken wat wij dus gaan neerzetten. En nog ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok. DRS hier weer geopend voor het tweede achtereenvolgende keer. Kom aan bij de laatste paar bochten in Australië voor het tweede kwalificatiedeel. Met een klein beetje de apex. Dat is helaas het gas geraakt. Daardoor verlies ik wat rondetijd helaas. En dan komen wij aan bij start-finish. En dat is een 1.20.8. Blijven P16. De uitspraak van Q2. Norris dus het snelste. Verstappen naar P2. Sainz 3. Leclerc 4. Hamilton 5. Russell 6. Perez 7. Alonso 8. Ocon 9. En Mick Schumacher naar Q3. Wij starten dus op een P16. Goed gedaan. Heel goed. Dus op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 18 van F1 22. My Team Career Mode. Daar gaan we dan. You can hear the Australian fans roaring as they line the track here at Albert Park. Welcome to Melbourne. And the roar from the crowd could only mean one thing. It's race day. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes.
Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Norris, Sir Lewis Hamilton, and Perez. Verstappen, Fernando Alonso, Ocon, and Mick Schumacher. Ricciardo, Gasly, Yuki Tsunoda, and Magnussen. Albon, the Professor, Daniel Tictum, and Lance Stroll. Schwartzman, Joe, Latifi, and Oscar Piastri. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Dan zijn we aanbeland bij de grid voor aflevering nummer 18 van F1 22 My Team Car Remote. Een eenstopper medium hard nemen extra fuel mee om het harder te kunnen pushen. Aan het einde van de race kan er regen vallen. Dan gaan we ons gewoon voorbereiden op de Formation Lab hier in Australië. We starten dus vanaf een P16. Een uitstekende kwalificatie namelijk. Wordt eerst sinds lange tijd weer door naar het tweede kwalificatiedeel. Flink wat wielspin tijdens de oefenstart. Daar moeten wij op letten tijdens het echte werk. Koude banden die moeten ook op temperatuur worden gebracht. En dan zijn we aanbeland bij de gridslots. Albon dus in zijn Aston Martin. Op de softbanden Magnussen in de Williams. Tictum. In de Haas. Prima. In de ritslot zegt de ingenieur. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 18 van F1 22. My Team Car Remote. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg. Jazeker. Al heel veel jongens zitten daar opgesloten en proberen hier een divebomb te maken. Lukt helaas niet. Albon zit aan mijn binnenkant. Magnussen en Schumacher knokken samen om die positie. Dat zie ik, maar Albon heeft ons weer terug veroverd voor P16. Moeten daar gaan verdedigen en Schumacher doet er een manoeuvre naar de rechterkant. Maar wij zien dat op tijd en pakken die twee rijders aan de binnenkant. Jazeker, hier de buitenste knik is voor ons. En dat is P14. De volgende heet dan Pierre Gasly. Maar een prima start hier in Australië. Twee posities gewonnen, dus dat is goed om te zien. Nu voel ik hier een heel snel stuk. Waar de AI normaal bloedsnel is. Jazeker, die rijdt al gelijk van mij weg. En Alexander Albon zit te kijken voor een aanval. Maar die kunnen wij verdedigen, is dat de vraag? Jazeker, dat lukt net. Albon nog even moeten wachten. En dan zitten we in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als we naar Pierre Gasly zijn toegereden, kunnen wij aanvallen? Dat is de vraag. Dat doen we. En Gasly ziet dat. Laat ruimte. En dat is P13. De volgende heet dan Kevin Magnussen in de Williams. Dan zitten we in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als we daar een klein beetje de apex verprutsen en krijgen een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. En daar zit Alexander Albon aan de buitenkant te kijken. Maar is er nog niet voorbij? Want wij kunnen eerder insturen. En het is nog steeds P13. Jazeker. Nu doorrijden naar Kevin Magnussen. En Stroll en Albon hebben het met elkaar aan de stok. Dat zie ik. Die twee gaan van posities verwisselen in de linker kolom. Albon heeft een betere exit. Kijk naar de binnenkant. Is er voorbij. En dan zijn wij teruggewezen naar een P14.
Daar zit ook Lance Stroll aan de buitenkant. Maar dat lukt net niet. Jazeker, hebben hem mooi in de tang. Maar diezelfde Stroll gaat het opnieuw proberen aan de binnenkant dit keer. Bij de buitenste lijn en kunnen daar meer snelheid meenemen. En dat is nog steeds P14. Nu hopelijk doorrijden naar Alexander Albon. En we zitten in ronde nummer 4 van de race. Gaat al aardig hard. Magnussen nog steeds op P12. Gasly op P16. Stroll op P15. Waar rijdt mijn teamgenoot? Geen flauw idee. Volgens mij op de laatste plek als ik dat goed zeg. Stroll zit wel te kijken. Maar wij verdedigen die binnenkant. We prutsen daar een beetje de exit van bocht nummer 2. Wat kan Lance Stroll doen? Die kan hier even niks. Kan daar helemaal niks. En we zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. En als het daar geel is. Het is geel. In ronde nummer 5. Er valt iemand stil. Volgens mij is dat Fernando Alonso. Jazeker. Fernando Alonso uitgevallen in de race. 0 punten voor de Spanjaard in de tweede race van het nieuwe seizoen. Jammer voor Alpine. Heel erg jammer. Maar wij hebben nu een plekje gewonnen en rijden nu op P13. Nog steeds druk van Lance Stroll. Op die soft compound. Maar kan er niet voorbij. Zit net te ver weg. En weer een DRS-zone overleeft. Dan kan hij het hier opnieuw gaan proberen. Dit keer wel. Aan de buitenkant. Jazeker, Stroll aan de buitenkant. Maar durfde daar net niet voldoende in te sturen. Want wij laten hem gewoon staan. En hier een herhaling van Fernando Alonso. Een kapotte motor, denk ik. Jazeker, een ploffende Alpine motor. Oftewel een Renault motor. En de wedstrijd van de Spanjaard zat er helaas na 5 ronden alweer op. Dat is pijnlijk voor Alpine. En dan zitten we in ronde nummer 7 van de race. Als het daar opnieuw Gasly ditmaal probeert aan de buitenkant, lukt niet. Stroll en Gasly hebben moeite om mij in te halen. En dat is alleen maar voordelig voor Kevin Magnussen en Alexander Albon. Die kunnen daardoor wegrijden van ons. Wij moeten gewoon de druk zien vol te houden. Zien te weerstaan van die beide AI-rijders. Gasly, Schumacher dit keer en Lance Stroll. Dan hebben wij P13 in de tas hangen. Het is daar weer geel. Weer gele vlag in sector 2 dit keer. En er valt iemand stil. Het is volgens mij een Williams rijder. Nee, een Alfa Romeo van Valtteri Bottas. Oh nee, Gong Yu Zhao. Uitgevallen in de wedstrijd. De vorige race was het Bottas. Dit keer is het een andere Alfa Romeo die de strijd moet staken. Deed wel lekker mee, want zat in een treintje namelijk. Maar hier hield de Alfa Romeo ermee op. De auto hield ermee op. En weg. Wang Yu Zhao. Het is wat het is. Dit is namelijk autoracen en hij parkeert hem hier mooi langs de kant. Dan zitten we in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Als wij naar P11 zijn verwezen omdat iemand al naar binnen is gedoken. Carlos Sainz is al naar binnen gedoken. En daar zit Gasly aan de buitenkant te kijken, maar dat lukt helaas net niet. Wij duiken dus naar binnen in deze ronde. Ricciardo is al naar binnen geweest. Norris komt nu naar binnen. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen. Die allemaal naar de harde band gaan, net als wij. Wij duiken ook naar de harde compound en gaan hier de race op uitrijden. Dat proberen wij tenminste. Hopelijk is de pitstop goed. En komen wij voor Pierre Gasly weer het circuit op. D,4, jazeker, een prima pitstop. En komen terug op P17. Achter Lance Stroll en voor Pierre Gasly. Jazeker. En nu hopelijk wat de rest gaat doen in de race. Dan zitten we in ronde nummer 15 als we daar Dan Ticktum uit de pitstraat hebben. Wij proberen hem daar aan te vallen aan de binnenkant. Dat lukt, want hij laat gelukkig ruimte. En dat is P15. De volgende heet dan Robert Schwartzman. Ik dacht even Mick Schumacher, maar het is Robert Schwartzman, de andere rookie. Hier hopelijk een betere exit hebben. Lukt dat? Zit een volop in de slipstream bij de Russische coureur
aan de binnenkant kijken. Beetje close met elkaar. Overtakenknop is ingeschakeld, maar die Alfa Romeo is snel op het rechte stuk. Moet het terug in de slipstream duiken. Dan hier aan de binnenkant, jazeker. En het is P14. Goed gedaan. En Schwartzman kan helemaal niks meer, want wij hebben ook DRS van hem. Dus hij kan niet terug aanvallen, hoop ik. En dat kan hij ook niet, want wij gooien de deur daar dicht. En dan met Carlos Sainz. De wedstrijd. Carlos Sainz wint de race. Zijn tweede van het seizoen. 2 uit 2 voor de Spanjaard. Wij komen thuis op P14. Onze beste resultaat van het seizoen op dit moment. Goed gedaan, is het op naar de volgende race. En kijken wat dat dan gaat worden. Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. So, Nathalie, what do you think helped them deliver this result? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we could talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those that we've witnessed today. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. De raceuitslag hier in Australië. Carlos Sainz pakt zijn tweede overwinning van het seizoen. 2 uit 2 voor de Spanjaard. George Russell op het podium alweer. En Charles Leclerc maakt het podium compleet. Pakt het snel als race onderpunt. Perez 4. Carlos Sainz krijgt drive of the day. Wij finishen dus als P14. En mijn teamgenoot stelt wat teleur helaas. 50 punten voor Sainz. Een 100% score tot nu toe. Wij dus naar P16 in het coureursklassement. En 10 in het constructeursklassement. Dus ja, Norris 5, Hamilton 6, Max Verstappen 7, Ocon 8, Ricciardo 9 en Yuki Tsunoda pakt het laatste punt voor Alfa Tauri. Maar een uitstekende race voor Carlos Sainz en mijzelf. Jazeker. En Lance Stroll. Goed gedaan. En hebben dus lekker veel teamacclaimpunten binnengehaald. Alle drie de sponsoren de doelen gehaald. $408,600 erbij. Plus nog $100,000 erbij, omdat beide rijders geen schade hebben gereden. Goed zo, lekker. In totaal $2,29 miljoen op de bank. Zo mogen we het horen, zo moet het gebeuren. Jazeker, en dit biedt ons mogelijkheden om faciliteiten te upgraden, zodat de auto misschien hopelijk nog beter wordt in de volgende races. Maar dit moeten we volhouden. Jazeker. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En reageer wat even beter kan worden op mijn video. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Namelijk 2 keer per week op een zaterdag en zondag My Team. En dinsdag en donderdag hopelijk F1 2010. Dat zijn mijn standaard uploaddagen om 1 uur. Stip 1 uur, jazeker. En ja, volg me even op de sociale media. Dat zou fijn zijn als je een volgverzoek zou doen op Instagram. Zou leuk zijn als we met elkaar kunnen connecten. Maar goed, dit was het dan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.